Ons werk is stuk, met name het werk van kenniswerkers. Althans, dat beweert Martijn Aslander in dit boek en in onze podcast De Boekenpraktijk. Waarom is ons werk stuk, Martijn? Nou ja, de moderne kenniswerker is een eekhoorn geworden die zijn eikels niet meer kan vinden. En de software die we moeten gebruiken van de basis gebaseerd op de jaren 70, die kan zo niet langer. Daar moeten we wat aan doen. En in het boek staat hoe. En ook in deze podcast vertelt hij hoe en nog veel meer vol bevlogenheid. Dus luister naar deze podcast. Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. We zijn de dienaar van de computer en onze mobiele telefoon geworden in plaats van andersom. En juist daardoor zijn we druk, moe en overbelast. Toch wel een beetje schokkende constatering die Martijn Aslander doet in zijn recente boek Ons Werk is Stuk, waarin hij samen met Arjan Broeren en Mark Meijnema ons terug wil brengen naar de tekentafel om digitaal fit te gaan worden. Martijn, al 16 jaar een begenadigd spreker, stand-up filosoof, denker, auteur op het gebied van netwerk en informatiesamenleving. En momenteel is het belangrijkste thema wat hem bezighoudt: hoe worden we en blijven we digitaal fit? Zowel op het podium als in zijn publicaties brengt hij met hartstocht en humor de complexe impact van technologie op de samenleving in kaart. En is dus mede-auteur van het boek Ons Werk is Stuk. Hij is vandaag mijn gast in deze aflevering van De Boekenpraktijk. Welkom, Martijn. Ja, fijn om hier te zijn. Waarom is ons werk stuk? Nou, voor de duidelijkheid, het werk is stuk voor de mensen die meer dan 4 uur per dag naar beeldschermpjes bij elkaar opgeteld zitten te kijken voor hun werk. Dus dat zijn er al gauw 4-5 miljoen, dus daar wil ik het even bij houden. De zogenaamde kenniswerkers noem je dat? Kennis en schermwerkers. Ik had wat discussie met wat academici. Wanneer is iemand nou een kenniswerker? Daar is geen algemene eenduidigheid over. Nee. Dus dat had ik handig opgelost door te zeggen, nou, kennis en schermwerkers, dan weten we ongeveer waar het over gaat. Ja. En die mensen die zijn meer dan 4 uur... Je praat over 4-5 miljoen mensen volgens mij in Nederland alleen al. Hè? Ja. En die mensen zitten het grootste deel van hun werkdag dus achter dat schermpje en doen hun stinkende best. En toch pretendeer jij dat hun werk stuk is. Dus nogmaals de vraag, waarom is hun werk dan stuk? Nou, er is een onderzoek van Microsoft van vorig jaar waarin gesteld werd dat schermwerkers ongeveer 240 uur per jaar kwijt zijn aan zoeken. Dat is zoeken. Zoeken, op zoeken. Naar bestanden, naar informatie. Zoeken, geglooi. Ja. Joshua Voor, auteur van het boek Het Geheugenpaleis, stelt in zijn boek ook nog eens, en ik denk dat, dat er wat overlap in zit, maar dat je ongeveer 40 dagen per jaar kwijt bent aan compenseren van wat je alweer vergeten bent. Ja. En vanuit ervaring met tienduizenden mensen in allerlei zalen en workshops en masterclasses weet ik dat gehandels met de computer gemiddeld tussen de 40 en de 400 uur per jaar per persoon kost, afhankelijk van je skills. Ja. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan ziet elk vraagstuk in de samenleving er acuut anders uit. Ja, eigenlijk hebben we heel veel verloren tijd ingebouwd. Kun je dat zo zeggen? Ja, het is wel een beetje tricky, want ik ben de laatste die pleit voor harde werken en productief zijn en al die andere zaken. Want je moet ook ontspannen, zelfzorg doen, zorgen voor je dierbaren, jezelf blijven ontwikkelen, zodat je over 5 jaar ook nog relevant bent. Maar als je kijkt naar werkstress, burn-out, werkplezier, werkgeluk, levenslang leren, duurzaam inzetbaarheid, slagkracht en innovatie. Ja. Dan blijken dat onderdelen van hetzelfde stuk te zijn in plaats van losse velden en onderwerpen. En dat vond ik wel heel fascinerend in de research van het boek. Ja, daarom opende ik ook met wat in jouw boek staat, of in jullie boek staat. We zijn de dienaar van de computer en onze mobiele telefoon geworden. Ja. Je beschrijft ook, eigenlijk hebben we voorspeld met z'n allen dat een digitale samenleving, dat hebben we in de jaren 70 gepropageerd, dat gaat ons meer tijd opleveren en dat is eigenlijk niet gebeurd. Nee, en Keynes zei in de vorige eeuw al van joh, uiteindelijk gaan we naar een wereld toe waar we dankzij technologie 15 uur per week maximaal werken. Well, that didn't happen. Mm-hmm. En de vraag is, wat is werk? Nou, daar kun je heel filosofisch naar kijken. Laten we het niet te lang doen hier. Maar ja, je bent eigenlijk vanaf het moment dat je wakker wordt tot je gaat slapen, ben je informatie aan het processen. Ja. Vrijwillig, onvrijwillig, het komt op je af, hectiek op je werk. En het komt via steeds meer verschillende kanalen tot je. Mm-hmm. En dat doet iets met je cognitieve belasting en met je energiehuishouding. Ja.
En we hebben eigenlijk, dat is echt heel raar, we hebben niet geleerd om om te gaan met informatie. Dus we hebben een paar duizend miljard geïnvesteerd in Europa in IT de afgelopen 40 jaar. Ja. Maar bijna al het geld is naar de tegengaan van technologie. En we zijn de I van informatie vergeten. Ja, ja. Zullen we dat eens iets concreter maken? Stel dat ik eventjes over de schouder van zo'n, toch maar even de label als kenniswerker mee mag kijken. Je schrijft ook, we gebruiken onze computer nog steeds als een veredelde typemachine. Dat gaat dan ook volgens mij over hoe we omgaan met... Nou ja, met informatie op de computer alleen al. Neem ons eens mee. Wat doen we daar dan niet handig in? We negeren het belang van informatie. Dus daar begint het mee. Dus we hebben allemaal programma's over digitale geletterdheid, mediawijsheid en fake news en zo. Maar in de praktijk moeten we even eerst gaan stellen dat niemand ons ooit geleerd heeft waar we informatie moeten opslaan, hoe we dat moeten opslaan, hoe je bestanden moet noemen, of je daar ook afspraken over moet maken met collega's, en hoe je dat snel kan terugvinden. Ja. Dat stuk van ons, van het ambacht van de kenniswerker, hebben we gewoon genegeerd. En leraren, dat kun je zo niet kwalijk. Leraren weten dat ook niet op scholen, dus die kunnen het ook niet aan hun kinderen uitleggen. Nee. Want ze weten het domweg niet. Nee. En dit lijkt niet zo heel belangrijk, maar als je gaat bedenken dat alle informatie die je in je leven op je afgekomen is, die je had kunnen, die je hebt vergaard in mapjes en submapjes, documenten. Dat is een vorm van kapitaal. Mm-hmm. En met dat wat wij noemen informatiekapitaal, kun je van waarde zijn voor een ander. En als je dat doet, verwerf je eigenlijk sociaal kapitaal. Yeah. En dan zeg je de smeerolie van elke organisatie. Yeah. Want dat draagt bij aan vertrouwen en dat je makkelijker hulp krijgt. Hè? En om informatiekapitaal snel te kunnen inzetten, moet je het eigenlijk liquide maken, net als bij monetair kapitaal. Mm-hmm. Maar de informatieliquiditeit van de gemiddelde kenniswerker is heel laag. Ja. Want we hebben ons informatiekapitaal in oude sokken gestopt, mappen, submappen en documenten. Ja. En dat zijn eigenlijk afgesloten datacontainertjes, silo's, die heten PDF, XLS, PPT en wat hebben we nog meer, DOC. Ja. En dat is gebaseerd op de jaren 70 kantooromgeving. En toen met de ordners en de submapjes. Staan en liggende A4'tjes, zeg maar. Maar dat was in die context, in die tijd, toen die programmatuur werd ontwikkeld, een goed idee. Mm-hmm. Maar de hoeveelheid informatie is geëxplodeerd ten gevolge van die netwerk- en informatiesamenleving. Ja. De hoeveelheid inbox is toegenomen. Want er zitten ook dingen van je werk zitten nu in op LinkedIn en in WhatsApp en weet ik veel. Dus we hebben er meer inboxen bij gekregen die we moeten processen. Ja. En dat is gewoon te veel, dat gaat niet. Dus we moeten een paradigma verder. Ja, we moeten het eigenlijk meer met elkaar kunnen alignen. Is dat wat je zegt? Ja, dat is een beetje een businesswoord, alignen. Mm-hmm. Mijn hele punt is, als je de workflow op de werkvloer met jouw team niet afstemt, dan is het niet raar dat mensen je de hele dag lastig vallen met waar staat welke informatie, wie heeft welke versie en ik kan het niet vinden. Nee, en even, want voor jou zijn het hele bekende begrippen, maar je noemt het de term workflow en je hebt het ook over work execution. Kan je dat nog even uitleggen? Dat zijn best wel belangrijke pijlers in hoe we met die informatie omgaan volgens mij. Ja, kijk, Peter Drucker heeft in zijn Landmarks of Tomorrow, zijn beroemde grote eerste boek, heeft hij eigenlijk de term kenniswerk en kenniswerker gemunt. Mm-hmm. Daarvan deed hij een paar rake waarnemingen. Hij zei, joh, als je een fabrieksmedewerker, als die dood neervalt, dan geef je de volgende huur je in, die geef je instructie en dan kan hij gewoon weer door. Dat is hartstikke fijn voor het werk. Hij zei, maar bij kenniswerkers, je weet niet hoe iemand een beleidsplan maakt, een communicatiestrategie verzint of whatever. Dus je moet een kenniswerker, moet je eigenlijk geen instructie geven. Nee. Die moet je met rust laten. Dat heeft Mathieu Weggeman natuurlijk in leiding geven aan professionals, niet doen, ook goed beschreven. Ja. Maar Pieter Duk kwam erbij als eerste. En die zei, joh, kenniswerk bestaat eigenlijk uit work execution. Hoe jij met je skills, je ervaring, je talent, je trauma's, je werk doet. Ja. En de workflow. Mm-hmm. En die workflow is hoe dat werk in het hoofd van jou terechtkomt. Ja. Hoe jij anderen bevraagt, zodat die puzzel in je hoofd gelegd kan worden. Hoe je anderen op de hoogte houdt van hoe ver je ermee bent. Mm-hmm. Zodat ze weten waar ze op kunnen rekenen. En hoe dat werk dan de organisatie of de wereld weer ingaat. Ja. Nou, daar hebben we een historische denkfout gemaakt. Daar hebben ze mensen voor ingehuurd. Die hebben ze boven die anderen gezet. Ja. Die zijn ze manager gaan noemen. Mm-hmm. Maar je moet dus geen mensen managen. Die moet je uitdagen, inspireren, faciliteren, dienen. Af en toe draaien om de oren. Je moet de workflow gaan managen. Ja. En dan moet je niet doen door erboven te gaan hangen. Dat doe je het beste tussen de linies, ertussenin. Mm-hmm. En het goede gesprek over de workflow en ons digitale werkgereedschap heeft domweg nooit plaatsgevonden. Waarom vindt dat dan niet plaats? Want het klinkt zo logisch. En ik denk dat we er allemaal last van hebben. Ja, wij snappen het ook niet. Nou, ik heb een paar verklaringen. Ja. Allereerst
Het is natuurlijk heerlijk om de paar jaar achter een nieuw buzzword aan te rennen. Hè? Mm. Digitalisering, digitale transformatie, hybride werken. Yeah. Prachtig. Maar als je doorvraagt en zegt, ja, maar wat heeft Mien van de administratie en Erik van de receptie eraan? Dan zitten ze je glazig aan te kijken. Dus mm-hmm. er is geen handelingsperspectief voor elke individuele medewerker. Dat is mm-hmm. even mijn eerste punt. Ja. Dan is het zo dat HR-mensen, die op zich betaald worden om na te denken over de ontwikkeling van de medewerkers, human capital, die hebben niet zoveel met technologie. Nee. Kort door de bocht, HR-mensen houden niet van knopjes. Dus je kunt ontdek je innerlijke passie doen, dienend leiderschap, verandermanagement. Waar heel veel investeringen is gedaan. Maar knopjes, nou nee, daar zijn ze niet van. Nee. Dan heb je de knopjesmensen, die heet ook wel IT'ers. Ja. En die vinden mensen maar ingewikkeld. En die knopjes vinden ze overzichtelijk. Dus dat houden ze graag zo. En die twee werelden raken elkaar niet zo. Nee. Dan heb je in grotere organisaties nog een derde soort. Die vind ik de tofste. En dat zijn de IV'ers. Dat zijn de mensen van de informatievoorziening. Dat zijn bibliothecarissen, archivarissen. Ja. En heel eerlijk. Als jij de grootste bibliotheek ter wereld binnenloopt, dan krijg je heus geen hoofdpijn van al die boeken. Nee. Maar als je wat zoekt, dan is de snelste manier is even naar een bibliothecaris toe lopen. Hallo meneer, ik zoek een boek daarnaar of kunt u me even helpen? Ja. Dus die zijn veel belangrijker in een grote organisatie dan iedereen doorheeft. Maar die hebben zich de kaas van brood laten eten door die testosterongedreven IT-nerds die sales targets moesten halen om software te verkopen. Ja, en dan die manager nog. En daar dwars doorheen zit de schaamte op het onderwerp. Dus als je je schaamt over niet goed kunnen omgaan met die computer, en het eigenlijk allemaal niet zo goed begrijpen. Ja. Ja, die ruimte heeft ervoor gezorgd. Want ik zit ook een beetje te zoeken naar, hè, want het is een hele logische verklaring, maar het klinkt voor mij ook een beetje alsof kennelijk dit soort groepen functionarissen ook al een belang hebben om het in stand te houden. Want ik kan me ook voorstellen, hè, dat als ik... Als dit gaat werken, is de macht weg. Ja. Ja, dat klopt. Ik ken een paar hele succesvolle bedrijven die hier goed mee bezig zijn. De AFAS software in Leusden, Voice in Groningen. En die hebben al lang door dat het veel handiger is dat iedereen bij alle informatie kan. Ja. En dan kan ook iedereen meedenken. Ja. Maar ja, dan val je als manager wel door de mand als je eigenlijk niet zoveel toevoegde. Ja, precies. Dus het is niet in het belang van allerlei managers... dat er taakautonomie is, dat er transparantie is. Ja. Want dan kun je de kantjes er niet meer van aflopen. Dan ben je aanspreekbaar, accountable. Al die dingen die we eigenlijk graag zouden willen. Ja. Maar die in die oude grote corporate structuren bij de overheid nog heel ingewikkeld zijn. Ja. En kun je ook zeggen dat de meeste professionals, die kenniswerkers zijn, vaak professionals hoger opgeleid, dat het toch over het algemeen nog digibeter zijn? Nou, het woord digibet gebruiken we eigenlijk niet meer. Mm-hmm. We hebben het over analoge idealisten die eigenlijk niks van technologie moeten hebben. We hebben aarzelende technologiegebruikers die het wat spannend vinden en niet zo goed kunnen, maar weten dat ze wel moeten. We hebben de digitale professional die denkt dat hij het kan. En de digitale enthousiasteling die zelf ook dingen ontdekt en dat graag deelt. Ja. Die eerste twee groepen, dat is ongeveer 50% van je workforce. Mm-hmm. En de praktijk is dat wat iedereen doet, is ze op e-mailcursus sturen. Time management, wat geen zin heeft van je moet aandacht managen, geen tijd en energie moet je managen. Of ze krijgen een cursus Office of Office 365. Ja. Maar ja, again, dat is document-centric software die gebaseerd is op jaren 70 kantoorparadigma's. En dat is, en dan denk je, nou, wij zijn hip, wij gebruiken Google Docs en spreadsheets, zelfde paradigma. Ja, maar wij delen dingen in Dropbox. Ja, leuk voor je, maar dan zit je nog steeds in mapjes, submapjes en documenten denken. En ik merk, dit is echt een uphill battle. Het is zo ingewikkeld om mensen uit te leggen wat informatiekapitaal is en wat informatieliquiditeit is. En dat je met ander digitaal werkgereedschap... Waarom is dat zo moeilijk om uit te leggen? Want je legt het perfect uit. Omdat het raakt aan je eigen workflow. Aha. En dat willen ze helemaal niet komt horen. Komt er dichtbij eigenlijk. Dat doet pijn. Ja. Want dat is nogal confronterend. Ja. En er zit schaamte op. Ja. En hoe hoger je in een organisatie komt, hoe heftiger het effect van die schaamte. Ja. Dus dank je de koekoek. Mensen gaan echt niet in een raad van bestuur zeggen dat ze het eigenlijk niet snappen. Nee. Maar ze gaan wel beslissen over die miljoenen of miljarden. Ja, ik kan me ook nog voorstellen dat bijvoorbeeld door corona zijn we allemaal meer thuis gaan werken. En nu hebben we het allemaal over hybride werken. Je zit al mee te knikken. Dat mensen dat ook als een doekje voor het bloeden zien en zeggen van ja, maar we doen het nu toch. Hè? Nee, wat we gedaan hebben is eigenlijk al vanaf de jaren 70. We hebben enorm krachtige computertechnologie. Mm-hmm. En de bedoeling was dat die computer ons werk uit handen zou nemen. Hè, dat wij in Lui-Lekkerland terecht zouden komen. Wow, dat is niet gebeurd. Wat we eigenlijk gedaan hebben is vier paarden voor een auto zetten. Yeah. En met al die investeringen erbij hebben van die vier paarden hebben er 16 gemaakt. Yeah. En die paarden hebben ook nog snellere hoefijzers gegeven. Yeah. En een betere zweep. Yeah. Maar we hebben het contactsleuteltje van die auto nooit omgedraaid. Mm-hmm.
En dat, wat we nu zien bij hybride werken, is dat mensen full force op Teams gaan. Nou, dat is, als je het goed gebruikt, kun je daar heel ver mee. Dus even niks te nadelen van Microsoft. Mm. Maar dat gehandels met documenten rondmailen, überhaupt e-mail als kanaal gebruiken. Mm. En de hele tijd naar schermpjes zitten te kijken, dat is een cognitieve belasting. Wat heb ik jou daar? Als je dat 3 uur per dag doet met medewerkers, dan heb je de rest van de dag heb je niks meer aan hun brein. Nee. En je betaalt ze om met hun brein over dingen na te denken, niet om aan dingetjes te denken. Dus dat hele videobellen is echt een heel slecht idee. Het is eigenlijk een volledige paradigma shift. Hè? Je moet echt volgens mij veel meer gaan kijken van hoe ga je mensen juist meer toerusten op. Mijn punt is, it's the information, you stupid. Iedereen negeert het belang van informatie en ik snap niet waarom. Ja. Sociale informatie, strategische informatie, inhoudelijke informatie, praktische informatie, kennis. Mm. We hebben dat domweg nooit geleerd. Mm. En het digitale werkgereedschap dat we moeten gebruiken is er absoluut ongeschikt voor. Ja. En we zouden het van een kok niet accepteren, dat hij maar, of van een chirurg, dat hij maar 4, 5 stuks gereedschap zou gebruiken. Mm-hmm. Dat zouden we van een automonteur ook niet accepteren. Van een bouwvakker accepteren we niet dat hij alleen maar een hamer, een schroef en een zaag heeft. En bij die 5 miljoen kenniswerkers zeggen we, dit is wat je mag gebruiken, succes ermee. En verder mag je niks downloaden, want dat is niet veilig. Ja. Dat is een zwaktebod. Ja. Ja, nog even over die veiligheid, hè? Want daar wordt ook enorm mee geschermd. In veel overheidsorganisaties hoor ik, maar laten we dat vooral niet doen, want we moeten digitaal veilig zijn. Dus het veiligheidsargument wordt heel erg ingebracht. Ja, en dat klopt. Even als je een Rolls Royce hebt, uh-huh, of een hele dure Ferrari, dan is het goed als je die en goed verzekert, en goed beveiligd, GPS-tracker erin, de hele hupsenflups. Maar dat moet je niet doen met je boodschappenfiets. Je zet geen 18 sloten op je boodschappenfiets, want dan ga je hem niet meer gebruiken. En dit is precies wat we gedaan hebben met de software van de mensen op de werkvloer. Ja. We kunnen ons werk niet meer doen. Ja. Dus hou op over slagkracht, innovatie en burn-out. Ja. Ga dit gewoon fixen. Ja. Maar toch even, want volgens mij komt daar ook het begrip getal van aflanden naar boven. Ja. Jullie hebben ook onderzocht van waar hebben we het dan over als we praten over veiligheid en security digitaal. Ja, dat is het leuke als je ook veel spreekbeurten mag geven, masterclasses en research mag doen. Ja, we hebben echt aan 10.000 mensen gevraagd op allerlei lagen, in allerlei soorten werk. Van goh, hoeveel procent van alle informatie die je op een dag binnenkrijgt, die je voor je werk zou willen bewaren. Mm-hmm. Dat kan ook zijn, je leest een managementboek en je leest een anekdote. Je denkt, oh, die wil ik volgende week gebruiken in mijn teamoverleg. Hoeveel procent van al die informatie moet daadwerkelijk beveiligd worden en mag niet naar buiten? Mm-hmm. Dat is in de praktijk tussen de 8 en de 12%. Ja. Dus eigenlijk zetten we 88% op slot. Ja. Om 12% te beschermen, waardoor we ons werk niet kunnen doen. En dat wil nog steeds niet zeggen dat we veilig zijn. Nee, want ondertussen mogen we wel alles appen met WhatsApp. Mensen gaan eromheen werken, want wat gebeurt er? Mm-hmm. Op het moment dat je denkt, ik moet elke keer 18 sloten van mijn fiets afhalen, ja, dan snap ik Hugo de Jong, niet dat ik daarmee eens ben, maar dan snap ik dat hij denkt, ik ga even vanaf Apple mailen, want dat werkt tenminste. Ja, dat is misschien wel interessant en leuk dat je dat doet. Ja. Ik kwam onderweg hier naartoe, hoor ik in het nieuws toevallig dat het hele gedoe met Hugo de Jong nu ten aanzien van, laten we zeggen, het verhaal Siebert van der Linden, dat hij aangeeft van ik ben gewoon de privémail gaan gebruiken, want de zakelijke mail is veel te omslachtig. En doet iedereen. Alleen maar Hugo die zat, Hugo is van de regels en strak toepassen. Ja, dan moet je zelf ietsje roomser zijn dan de pauze om het maar in CDA-termen te houden. En dat heeft hij niet goed gedaan. Nee. Maar ook daar speelt nu de issue dat eerst alle informatie kennelijk bij elkaar geveegd moet worden voordat er een besluit kan worden genomen over hoe is dat nu precies gegaan. Precies mijn punt. Dit is ook waarom ik zeg ons werkstuk, ook bij de overheid. Het is ook niet voor niets dat het eerste exemplaar in ontvangst genomen is door Arre Zuurmond, de nieuwe informatiecommissaris, de regeringscommissaris voor de informatiehuishouding. Ja. En hoe wordt het dan in ontvangst genomen? Behalve natuurlijk dat ik wel weet hoe het fysiek in ontvangst wordt genomen, maar merk je dat daar wel een urgentie gevoeld wordt? De IV'ers bij de overheid, dus het hele programma nu, open op orde aan een toeslagenaffaire, die snappen echt dat de nieuwe wet open overheid ook de wet hergebruik overheidsdata. Er zitten heel veel ambitieuze mensen bij de overheid die zeggen, joh, dit moet anders, dit moet open. Laten we ophouden met deze flauwekul. Hoezo leven we in een digitaal tijdperk en kunnen we dit niet snel met elkaar delen? Dus, en dat was een van de leuke dingen aan het schrijven van dit boek. Nieuwe taal verzinnen, nieuwe concepten, nieuwe begrippen. Het getal van aslanden, het moeras van de verdwenen notities, het dogma van het document. En het woord informatieliquiditeit, want dat bestond nog niet. Nee.
Plus, ik vind het ook wel mooi, ook in dit gesprek gebruik je veel mooie metaforen. Je hebt het over de vier paarden voor de wagen. En je hebt het over de, wat zei je net nou weer? De kok en de chirurg. Ja. Ja. We zullen even naar de, laten we, ik wil zo trouwens nog even iets meer weten over, want je bent niet alleen met dit boek bezig. Je bent heel intensief bezig met, je hebt ook een maand van de digitale fitheid. Ja. En je bent heel erg intensief bezig met name heb ik begrepen in ons voorgesprek, die overheidsorganisaties te bewerken, noem ik het maar even, in een digitale fitheid. Maar eerst even naar de stellingen. Om toch nog even iets meer te duiken in laten we zeggen, jouw visie op informatiekapitaal. Stelling 1. De vraag is dus of je even alleen wil antwoorden met eens en oneens en daarna de toelichting. Stelling 1. Veel kenniswerkers maken hun werk stuk omdat ze in de kern niet creatief genoeg en te lui zijn om hun informatiekapitaal echt te vergroten. Oneens. Stelling 2. Ons brein is niet, je hebt er net al iets over gezegd, is niet toegerust in het verwerken van parallele informatiestromen, maar we leren nog steeds niets van hoe ons brein werkt en pompen maar door met die informatiestromen. Meer dan correct. Ja. Stelling 3. Omdat het veelvuldig checken van social media en e-mails ons ook dopamine geeft, vanwege de hang naar aandacht, zullen we deze verslaving nooit gaan opgeven. Oneens. Stelling 1. Je bent het oneens dat er ook heel veel in het gedrag van die kenniswerkers zit. Dat ze gewoon te lui zijn om hun informatiekapitaal echt te vergroten. Als er mensen die hier geen bewustzijn over hebben, die kun je niet lui noemen. Dat moet je even toelichten. Nou ja, als je niet weet dat het anders kan en dat je ergens voordeel van kan hebben. Als mensen maar genoeg dopamine krijgen, dus genoeg beloningen krijgen voor ander gedrag, dan gaan ze dat wel doen. En als niemand ze daarop wijst, dan ga ik de ouderwetse manier door. Ja, maar dat vind ik ook een beetje makkelijk. Is het ook niet zo dat mensen zelf daar wat nieuwsgieriger naar kunnen zijn dan? Ik kan toch ook zelf een beetje googlen. Er is heel veel ik gebruik bij lezingen altijd deze anekdote. Er lopen twee kerels, twee hikers lopen door Yosemite Park op hun bergschoenen. Ja. En op een gegeven moment komen ze een grizzlybeer tegen, zo'n hele grote. En een van die twee kerels, die zakt heel zachtjes door zijn knieën. Die pakt zijn rugzak zachtjes af en haalt er twee sportschoenen uit. En die begint zijn wandelschoenen uit te doen. Hij pakt zijn sportschoenen. En zijn vriend zegt, die beer die ren je er echt niet uit hoor. Hij zei, nee, bij jou wel. Dus de kenniswerkers die dit snappen. Ja. En het frustrerende vind ik voor onze samenleving en dus ook de overheid. Is dat heel veel, en ook grote corporates trouwens. Die ZZP'ers, dat zijn eigenlijk hiërarchische vluchtelingen. Mm-hmm. Ja. Die zijn helemaal klaar met jaren 70 software moeten werken met als argument beveiligen. Mm-hmm. En die snappen al lang dat informatiekapitaal en sociaal kapitaal, wat ik eerder beschreef met Erwin Witteveen en Easycratie in Noord-Af, onze eerder boeken, dat de smeerolie is om dingen gedaan te krijgen. Als je een probleem wil oplossen, je wil een kans verzilveren of je wil Mission Impossible doen, heb je mensen nodig die je niet kent, je hebt informatie nodig die je nog niet hebt en je hebt ideeën nodig. Ja. En we leven in die netwerk- en informatiesamenleving en talentvolle mensen die dit eenmaal gevoeld en gezien hebben, die zijn in no time weg bij een corporate of bij een overheidsorganisatie. Want dat is zonde van hun tijd, schaarse waardevolle tijd op deze planeet. Ja. Die willen van betekenisvol zijn. Ja, dan ga je niet met een boodschappen met 18 sloten op je boodschappenfiets zitten. Kun je daar ook nog een onderscheid in maken? Of is dat veel te zwart-wit tussen jongeren en ouderen? Nee, want de jonkies die hebben geen idee, joh. Als je naar het bureau, je hoeft alleen maar de laptop open te klappen van een 20-jarige of 25-jarige. En ook daar is het één grote bende. Want ook zij hebben dit nooit geleerd. Nee. Weet je? Nee. Dat ze wat makkelijker een nieuwe app uitproberen en een filter over een Instagram ding heen kunnen gooien. Ja. Wil niet zeggen dat ze informatie snappen. Ja. Nog even, want dat vind ik wel een mooie relatie die je legt tussen informatiekapitaal, sociaal kapitaal, maar ook monetair kapitaal. Ja, het zijn drie verschillende currencies met elk hun eigen dynamiek. Ja. Maar kan je nog even goed de relatie uitleggen? Want eigenlijk zeg je, we verliezen gewoon geld. Of we laten gewoon geld liggen, laat ik het misschien zo zeggen. Maar geld is maar één stukje. Okay. Maar misschien voor bedrijven wel interessant. Okay. Monetair kapitaal, geld, is kunstmatig schaars. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is even het spelletje. Mm-hmm. En wat wij in EasyCratie nooit af aantonen, is dat het niet langer zo is dat als je geen geld hebt, dat je niet kan beginnen of moet stoppen. Mm. Want met sociaal kapitaal en informatiekapitaal komen we ook een heel eind. Nou, sociaal kapitaal is eigenlijk de optelsom van iedereen die jou kent, plus jouw reputatie. Ja. Naar aanleiding van je gedrag. Ja. Met sociaal kapitaal krijg je toegang. Want die netwerksamenleving gaat over toegang, niet per se over bezit. Mm-hmm. En als je heel arm bent en je hebt tijd over en toegang tot het web via de bibliotheek gratis en zo, dan kun je dus informatiekapitaal vergaren. Ja. Op het moment dat jij informatiekapitaal vergaart en je geeft het weg aan de goede mensen, verwerf je dus sociaal kapitaal. Ja, netwerk. Dan bouw je een brug van vertrouwen. Ja. Heel plat.
Stel, ik zit in de bijstand en ik ga elke dag naar de bieb. Ik ga op Twitter kijken wie Willem is. En Willem stelt af en toe een vraag. Nou, verder dat de 10e keer dat ik het goede antwoord op jouw vraag op Twitter heb beantwoord of op LinkedIn. Ja. Dat jij denkt, wie is die gozer? Ik ga hem terugvolgen. Ja. Nou, kun je DM'en en op een gegeven moment... De simplistische versie. Moet werken. Dit is hoe het werkt. Dus ja. Je bouwt vertrouwen. Ja. Wat er daardoor gebeurt, is je informatiepositie wordt beter. Ja. Je hebt sneller toegang tot strategische informatie, inhoudelijke informatie, kennis. Je kunt je eigen informatie valideren. Dus je vergaart met het weggeven van informatiekapitaal, niet alleen sociaal kapitaal. Je hebt ook toegang tot meer informatiekapitaal. Ja. Nou, als je dit consequent blijft doen en je maakt het informatiekapitaal ook nog liquide, dan is de paradox dat je minder monetair kapitaal nodig hebt om iets gedaan te krijgen. Want je hebt toegang tot mensen die iets hebben. Dat, ja. Je hoeft geen boot te hebben als je iemand kent met een boot, zeg maar. Ja. Maar je krijgt ook meer monetair kapitaal. Want je hebt nou eenmaal... De gunfactor is hoger en je informatiepositie is beter. Dus you cannot lose. Ja. En dit is wat startups zo lang snappen. Bootstrapping ondernemers snappen dit. Slimme hiërarchische vluchtelingen snappen dit. Maar op het moment dat we bij de overheid dit ook gaan snappen... Ja, dan wordt het feest. Ja, misschien moeten we daar even naartoe, naar die overheid. Hè? Want je vertelde in ons voorgesprek dat je dus met initiatieven, projecten bezig bent. De maand voor de digitale fitheid. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat houdt dat in? Wat doe je dan precies? Ja, de maand van digitale fitheid is een campagne die in elk geval 5 jaar gaat lopen. Dit jaar was de eerste editie, de pilotfase. Heb ik samen met Marie-Louise Bosje gedaan, die eerder ambtenaar 2.0 had opgezet. Mm. Ik heb ruime ervaring met de Permanent Beta Community. In Nederland, Zuid-Afrika en ook in Teheran zelfs. Mm. En wat we gedaan hebben is op isocratische principes, zonder budget en zonder papier. En als ik zeg zonder budget, een paar duizend euro voor. Ja. Dus een nihil budget. Zoveel mogelijk aandacht... lezingen, workshops, blogs, ideeën uitwisselen tussen mensen. Ja. Nou, dat hebben we afgelopen maand gedaan. De opening was bij Seeds to Meet in Utrecht. Daar was Arne Zuurmond bij, de regeringscommissaris. En David Allen liep daar rond, dat was ook te gek. Kelly Finks dan. De finale was bij AFAS in Leusden, in hun nieuwe theater. En tussendoor hebben we iets van 300.000 mensen bereikt. Heel veel ambtenaren via het Rijksportaal. En wat gebeurt is dat mensen Zwaankleef aanzien van... ja, wacht even. Aha. We moeten de relatietherapie tussen mensen en technologie gaan fixen. Aha. We moeten digitalisering weghalen bij IT. Mm-hmm. Want wat doet een IT'er? Die doet gewoon nog meer knopjes en nog meer geld. Ja. Maar het gaat over gedrag. Ja. Maar nog even, want je zegt dat heel mooi. De relatietherapie tussen mensen en technologie. Wauw. Maar maak dat eens even concreet. Want je hebt ook vijf pijlers volgens mij als het gaat om digitale fitheid. Wat haal ik uit zo'n relatietherapie? Ik ben in zo'n maand ben ik... Nou ja, we hebben afgelopen 2 jaar in coronatijd... had ik meer tijd, omdat het minder optredens waren... om hierover na te denken. En ik kwam erachter dat web, tech, digi, cyber, IT, ICT... digitalisering, digitale transformatie, hybride werken... allemaal losse hulzen zijn. Ja. En ik zit bij ePort. Dat is de nieuwsport-tak voor de informatiesamenleving. Ja. En toen zat ik met allemaal mensen in een sessie... en aan het eind van dat uur vroeg ik aan ze... want het ging over digitalisering... Ja, jullie hebben het steeds over digitalisering en zo. En ik ook. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En toen begon iedereen vreselijk hard te lachen. Dus nieuwe kleren van de keizer. Ja. En toen dacht ik, ik moet iets creëren... waardoor ik een handelingsperspectief creëer... voor iedere individuele scherm en kenniswerker... waardoor die van niemand afhankelijk is... en morgen kan werken aan zo'n wat ik noem de digitale fitheid. Ja. Ik heb dat woord niet zelf bedacht. Even die woorden waren eerder aan elkaar geplakt... maar wij zijn ze wel gaan laden. Mm-hmm. Het is een framework... Mm-hmm. Inmiddels zijn we erachter dat het een compleet en een robuust framework is. 5 pijlers. We hebben 5 pijlers en die zijn niet per se volgordelijk, maar ze hebben een nauwe relatie. En wat ik zie is dat sinds ik die kapstok heb, en steeds meer mensen gebruiken hem, kan ik feilloos aantonen waar het misgaat in organisaties die achter digitalisering aanrennen. Ja. Want in de praktijk zijn ze of bezig met wat wij noemen technologiediarree. Dus het is ook een soort scan eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Dus organisaties zijn vooral bezig met technologiediarree. Ja. Er komt een metaverse aan. We moeten iets met de blockchain, AI en deep learning. Ja. En dan denkt Mien van de koffieafdeling. Ik geen idee, het zal allemaal wel. Of ze zijn bezig met wat ik net zei. Office, Teams en e-mail cursus. Ja. En bij het framework van digitale fitheid hebben we gezegd. Zullen we het eens even overzichtelijk maken? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus pijler 1 is digitaal bewustzijn. Ja. Dat gaat over, dat is de context. Snappen waar die netwerk- en informatiesamenleving over gaat. Die principes snappen. Want anders word je links en rechts ingehaald door hele andere mechanismes dan dat jij hebt voorzien in je architectuur van wat je ook voor elkaar wilt boksen. Ja. Ja. Dus dan moet je een beetje weten wat er om je heen gebeurt. Ja. En dat noemen we digitaal bewustzijn. Als je niet weet wat een hashtag of een algoritme is, ben je af. Ja.
Dan komt pijler 2. Dat zijn je voorwaarden. Digitale hygiëne. Hier is de grootste winst op te behalen voor elke organisatie. De wachtwoorden, et cetera. Het gaat dat je snapt hoe je met die computer moet omgaan. Dat je snapt hoe je met internet moet omgaan. Dat je voor Zalando, voor Amazon en voor Tinder niet dezelfde wachtwoord usercombi moet gebruiken. Mm-hmm. Want als eentje gehackt wordt, ben je alles kwijt. Ja. Er zijn echt heel veel mensen die dat niet weten. Ja. Maar het gaat ook over snappen dat je de muis moet gebruiken en waarom dat zo is. Dat je sneltoetsen moet leren gebruiken. Maar het gaat vooral ook over de workflow tussen jou en je team. Mm-hmm. En hoe ga je om met e-mail? En dat moet je vooral niet doen. Daar hebben we een handig hulpmiddel voor ontwikkeld. Dat heet het Digitale Werkmanifest. Mm-hmm. Kun je ook vinden bij ons op digitalewerkmanifest.nl. En dat is een soort leidraad waarmee je op teamniveau het goede gesprek kan voeren over waar zijn we van? Ja. Welke inbox hebben we? Welke informatie komt op ons af? Waar moeten we beslissingen over nemen? Wie gaat waarover? Welke tools gebruiken we? Op welke manier gebruiken we? En hoe gebruiken we die? En dat moet je doen op basis van unanimiteit. Ja, gewoon een concreet tool wat gewoon je eigen team afdeling kan bespreken. Want dit gesprek heeft domweg niet plaatsgevonden. Dat moet je niet van bovenaf opleggen. Nee. Dan moet je van dus per team weer anders. Ja. En daar moet je mensen een beetje vrij laten in de technologie die ze gebruiken. Want de afdeling communicatie heeft weer ander digitaal werkgereedschap nodig dan de afdeling strategie of research. Ja. Dat is je tweede pijler nog maar. Mm-hmm. De voorwaarden. Dan kom je bij de derde uit. Dat is digitale vaardigheden. Mm-hmm. En nou ja, dat weten we. Daar hebben we veel ervaring mee. Ook omdat ik ooit lifehacking.nl heb opgericht met Frank Meus. Hier valt acuut tussen de 40 en de paar honderd uur per jaar terug te winnen. Omdat de meeste mensen dat ding als een typemachine gebruiken. Ja. Dus dat zijn je skills. Ja. Dat gaat verder dan office snappen. Ja. En dat is allemaal klein bier, maar wel belangrijk voor die vierde pijler. En dat is nieuw terrein, ja. Ook weer niet trouwens. En dat noemen wij persoonlijk kennismanagement. Mm-hmm. En voor de luisteraars, mark my words, binnen nu in 3-4 jaar praat de hele wereld hierover. Want kennismanagement was net zo'n hol begrip als digitalisering. Mm-hmm. Maar sinds een paar jaar zijn er een aantal tools uit. En het gaat niet om de tools, maar wel over wat ze kunnen. Ja. Workflowy, Miro, Notion, Obsidian, Roam Research. Die tools... Die zijn allemaal ingericht op je eigen persoonlijke informatieliquiditeit. Ja. En op kunnen samenwerken met anderen. Ja. En als ik hem helemaal plat sla, want toch even. Ja. Dat betekent dat ik als kenniswerker of als professional in staat ben om mijn informatie zorgvuldig overal vandaan te halen. Zorgvuldig op te slaan, dat ik overal bij kan. Nou, ik heb een heel lijstje voor je. We noemen dat de informatiedoctrine. Ja. Idealiter, als jij iets hoort bij het koffieapparaat, je leest iets in een managementboek. Je hebt een idee tijdens het hardlopen. Ja. Idealiter wil je informatie kunnen opslaan. Ja. Terugvinden, ordenen. Weet je wat ik doe? Ik stuur dan een appje naar mezelf. Maar dat dat is een signaal van dat je een probleem hebt waarvan je niet wist dat je het had. Ja. Nee, maar het is een lijstje. Ja. Opslaan, terugvinden, ordenen, herordenen, sorteren, filteren, metadateren, delen en publiceren en verbinden. Mm-hmm. Nou komt hij in seconden en niet in minuten. Ja. Ja. Want als het te lang duurt, ga ik niet doen. Nee. Nou, er is een hele revolutie gaande. Er zijn honderdduizenden mensen over de wereld op dit moment mee bezig. Ja. En die vierde pijler van digitale fitheid is een opstapje, PKM, naar TKM, team, kennismanagement en daarna naar organisatiekennismanagement. En wat je ziet is dat de clubs die dit snappen, dat je niet van bovenaf dit moet opleggen, maar dat je van onderaf dit moet faciliteren. Ja, die hebben de meeste slagkracht. Ja. Die hebben minder mensen nodig, omdat ze geen dubbel werk mee hoeven te doen. Mm-hmm. Iedereen snel bij alle goede informatie kan. Ja. En er minder managementlagen zijn. Dus het is echt fantastisch. Dus die vierde alleen dan moet je digitale hygiëne wel op orde zijn. En je digitale vaardigheden moeten ook op orde zijn. Ja, snap ik. En dan hebben we nog een vijfde pijler. Dus voor de mensen die met persoonlijke ontwikkeling en groei bezig zijn. Dat is dat je technologie kan inzetten voor je eigen ontwikkeling en groei. Ja. Want nou, of je nou een stappenteller gebruikt of een bullet journal. Een slaapmonitor of dat je wekelijks een review schrijft. Er zijn allerlei manieren waarop je slim technologie kan inzetten om een hefboom te zetten op jouw lerend vermogen. Ja, ja. Alleen dan moeten die andere vier pijlers ook op orde zijn. Ja. Dus dat is een beetje hoe het werkt. En afhankelijk van je rol, je functie en verantwoordelijkheid, is de ene pijler voor jou relevanter dan de andere. Maar je hebt ze allemaal nodig. Maar je benoemt ze allemaal prima en je hebt ze ook allemaal keurig op orde. Maar stel nou dat ik zit te luisteren en denk, oh, ik wil ook hierin ondersteund worden. Is er ook een soort van... Ja, dat klinkt misschien heel ouderwets, hoe ik het zeg, maar een soort programma of ondersteunings... Yes, dat hebben we allemaal gefixt, ook nog eens gratis. Je kunt op digitalefitheid.nl kun je gratis aanmelden voor de community. Mm. Heb je toegang tot onze filmpjes, platformstest. We hebben de zelftest.digitalefitheid.nl ontwikkeld, samen met Notifaction. Ja. En dan kun je aan de hand van een lijst vragen, hij is nu nog in beta-versie, maar al meer dan 1000 mensen hebben hem ingevuld... kun je zien op welke van die pijlers jij nog wat te ontwikkelen hebt. En binnenkort krijg je een volautomatische feedback loop erbij... Dat je per antwoord wat je geeft
een handelingsperspectief krijgt. Van, oh, kijk dit filmpje, lees dat boek, ga hier eens aan kijken. En dan kun je binnenkort ook vergelijken, hè, met andere mensen, leeftijdsgenoten, opleidingsgenoten. Ja, ja dus... Nou, even, we moeten een beetje naar een afronding. Ik heb nog wel twee vragen. Eerst is een persoonlijke vraag. Ik zie hier een ontzettend... Ik ga het helemaal van stotteren, maar ik zie een ontzettend bevlogen man die hier gewoon gepassioneerd mee bezig is en een ontzettende framework heeft opgezet samen met collega's natuurlijk. Wat maakt dat dit jou zo drijft, Martijn? Wat is dit? Nou ja, kennis van mijn oeuvre, die weten dit precies. Ja. Ik wil onnodige bureaucratie vermorzelen. Daarom heb ik EasyCratie geschreven met Erwin destijds. Ik zie die netwerk- en informatiesamenleving als een fantastische hefboom om onnodige bureaucratie om zeep te helpen. Ja. Pardon. Maar toch, hè, dat snap ik. En toch, want jij bent al een tijdje bezig, moet ik stellen dat de afgelopen jaren de bureaucratie alleen maar is toegenomen. Ja, maar op een gegeven moment keert de wal het schip en dan zijn wij er klaar voor. Mm-hmm. Kijk, zorg, onderwijs, duurzaamheid, dat zijn bureaucratische vraagstukken. Yeah. Want de kennis is er, de informatie is er, de ideeën zijn er, de urgentie is er, de noodzaak, de passie, de technologie en daartussen bureaucratie. En binnen die bureaucratie heb je een geheime elitekorps, de hindermacht. Yeah. En die zeggen A en doen B. Ja. En hun tools zijn geld en papier. Ja. Als je dat omdraait, zodra je dus sociaal kapitaal en informatiekapitaal gebruikt, heb je die bureaucraten niet meer nodig. Nee. Nee. En als er dan wat misgaat, dan zeggen ze, ja, wat heeft het gekost? Dan zeg je, niks. En dan moeten ze een inhoudelijk argument verzinnen. Daar hebben ze geen zin in. Nee. En zo gaan we winnen. Oké, en dan de laatste vraag. Want jij je bent zo snel aan het denken dat je in één antwoord gelijk al 6 aspecten en kenmerken noemt. Als ik het toch even moet platslaan, ik zit te luisteren naar deze podcast en denk, oh, ik wil morgen al iets digitaal fitter worden. Wat zou ik gewoon als concrete eerste actie kunnen doen? Ik heb 2-3 hele simpele tips. Ja. Tip 1, check 2 keer per dag je mail. Als jij overdag je mail open hebt, gaat een ander bepalen hoe jouw werkdag eruit ziet. Dat lijkt me een slecht idee. Ja. 2, stel een regel in met e-mail. En in die regel zeg je, als inhoudbericht bevat uitschrijven of unsubscribe, verplaats dan automatisch die mail naar het mapje nieuwsbrief. Ja. Dat ruimt als een malle op. Ja. Dus dat is tip 2. Tip 3, pak een papiertje. Schrijf de 10 apps en programma's op die je het vaakst gebruikt. En ga 2 keer een avondje niet Netflixen of NPO'en. Ja. Maar tik op YouTube in dat programma en dan expert tips of best tips. Ja. Zeker weten dat je in no time zoveel tijd overhoudt dat je gewoon 3 avonden kan binge-watchen. Ja, oké. Okay. Ik heb nog 1 vraag wel. Heeft het hiermee te maken? Ik kwam net binnen en ik las ook ergens dat jij het grootste hunnebed van Europa, van de wereld. Ooit? Ja, het grootste hunnebed ooit met de hand. Ja. En toen bood je me een boekje aan, hoe bouw je een hunnebed? En toen zei ik, hoe zit dat precies? En toen zei je, ja, als je dit boekje leest, snap je ook de rest van mijn werk. Ja. Wat heeft een hunnebed bouwen in godsnaam te maken met informatie? De context is dat als je 27 jaar bent, en je gaat in het dorp waar je bent opgegroeid, waar je vader aan de lokale MAVO stond, waar je net voor 300.000 gulden op je bek bent gegaan in die kleine plattelandsgemeenschap. Als je dan bedenkt, ik ga een miljoen bij elkaar kletsen omdat ik het grootste hunebed ter wereld met de hand wil bouwen. Ja. Dan weet je 1 ding zeker, mayhem. Dus ik heb 2 jaar lang alleen maar tegenwerking en tegenslag gehad. Dus dit was het project waarvan het de bedoeling was dat het niet door zou gaan of zou gaan lukken. Mm. Maar ja, als je heilig vuur hebt, dan lukt het wel. Omdat mensen het te leuk vonden om een hunebed te bouwen met z'n allen. Uiteindelijk kwamen 14.000 mensen helpen. Ja. Dus we hebben een oud mysterie ontrafeld. Maar dit boekje gaat over hoe ga je liefdevol en creatief om met tegenwerking en tegenslag. Wow. Dat moet je met een knipoog doen. Dan is het namelijk veel leuker en ook veel beter voor je hart. Ja. En dit gaat over hoe kun je dus de bureaucratie tegen zichzelf inzetten om mooie dingen te maken met elkaar. Ja. Eigenlijk is dat dan misschien wel de laatste tip, hè? Dat je ook wel gewoon een beetje passie en kracht moet hebben en doorzettingsvermogen om gewoon digitaal fit te worden. Nou ja, mijn belangrijkste wapen is geduld. Dus mensen denken altijd, die Martijn die gaat als een malle. Ja. Maar het geheim is, ga zo hard als je kan en wil, zonder dat je haast hebt en zonder jezelf en anderen in gevaar te brengen. Dankjewel. Goh, wat een gesprek. Dankjewel Martijn voor jouw deelname aan deze boekenpraktijk.
heb veel geleerd over hoe we digitaal fitter kunnen worden. Ik heb die test gedaan. Ik kan ook nog wel wat gebruiken daarin. Ik ben ook zo iemand die nog steeds volgens mij volgens de jaren 70 dingen aan het opslaan is. En ook mijn bureaublad staat helemaal vol. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering, die over 2 weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we in deze boekenpraktijk met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan SVP naar info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en SoundCloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.